straks om 3:30 live op kanaal. Dus ik denk dat iedereen wel, wel zal moeten koersen en meekoersen. En dan zullen we wel in, op het einde zien dat de zaken ervoor staan. Wie vrees jij vandaag het meest? Iedereen. Ik denk dat er op deze omloop iedereen kan winnen. Ik denk dat we een sterk blok gezien hebben van Lotto en Catalonië ook. Tom Bonen die goed is. Er zijn, dat is een koers die dat alle kanten uit kan. Peter, voor het eerst start je in een ploeg die een kampioenschap kan bepalen. Is het iets van nu of nooit voor jou? Ik start altijd om te winnen. En, het is een voordeel, maar kan ook een nadeel zijn. Hè. Een grote ploeg. Omdat dus, er te veel concurrentie is? Concurrentie is er altijd, maar ja, de druk ligt bij ons. En, dus wij moeten de koers maken. En, het is ook een parcours om. Het is niet gemakkelijk om te zeggen wanneer de koers hard maken. Of, ja, het is een open wedstrijd, denk ik. Nico Eekhout, moeten we zeggen, schaduwkopman naast Peter van Petegem vandaag? Ik ga proberen de koers te winnen. En ik denk dat we met heel de ploeg proberen de koers te winnen. Dus iemand die in de positie zit die de koers kan winnen, zal kopman zijn. Dus ik denk dat we met, ik weet niet, met 16 of zo. Dat, 16 kopman. En ik denk dat het belangrijkste is dat we proberen met de ploeg de koers te winnen. Het is een grote dag, maar het is niet zo, zoals ik aan de start sta van Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen. Of een andere wereldbekerwedstrijd. Het is zeker heel belangrijk. Maar ik sta hier niet met dezelfde nervositeit, met dezelfde agressie. Niet met dezelfde, dat ik me 10 dagen aan een stuk opgeladen heb. Nee, niet. Het kan vanaf de eerste 500 meters gebeuren. Het kan ook de laatste 500 meters gebeuren. Het is een wedstrijd, ja. 20 mannen van Lotto, 22 mannen van Kolstrop. Wij zijn juist met 4. Dus het is veel geluk bij nodig. En zeker op een vlak parcours. En, ja, misschien is het geluk een keer last mijn kant. Ja, je weet nooit. Kan het een voordeel zijn om alleen te rijden? Ik denk het wel. Niet direct van dat ik niet met mijn teamgenoten om kan of zo, maar ja, ik heb geen verplichtingen. Ik moet niet rijden. We moeten de koers niet in handen nemen. Ik moet de koers niet in handen nemen. Dus als ik een beetje mijn verstand gebruik, moet dat wel lukken. Maar gaan ze toch niet kijken naar jou? Dat is misschien het enigste probleem. Ze gaan misschien wel een beetje verwachten van mij. En verwachten dat ik rijd. Dus, maar dat zal wel lukken. Ik denk dat het voor iedereen vlammen zal worden vandaag. Dus het is een vlak parcours en dat gaat heel hard gereden worden. Maar jij zit alleen. Moet je dan iets extra nog gaan doen? Ja, proberen met iedere goede ontsnapping mee te zijn. Hè. Dus ja, dat is toch iets meer uw gat op effe als de andere mannen, denk ik. Hoe moeten jullie het aanpakken met z'n drieën? Gokken, hè. Gokken en een paar keren meespringen. Men kunt niet van in... Van in het begin meespringen, we moeten kiezen en een paar keer zeggen van kijk, nu spring ik een keer mee en dan spring ik een keer mee en hopen dat het een goede ontsnapping is. Moet je dan geen afspraken maken met Mapijn en Cofidis? Ja, maar als in de finale is het toch ieder voor zich hoor. Iedereen wil toch kampioen van België worden. Ik had maar een paar renners te zien en toch een goede domoploeg met Van Olen, toch een jonge renner die toch goed aan het trainen is. Bruylands die goed aan het trainen is. Dus ik heb eigenlijk maar die renners te zien eigenlijk. Dus, maar het is gewoon een loterij hier. Het is een vlak parcours. Dus mijn conditie is tamelijk goed. En ik hoop natuurlijk dat ik een superdag heb. Wat was de tactiek die jullie meekregen? Niemand niet laten wegrijden. Of er moet toch zeker iemand van ons mee zijn. Aangezien dat we in een vijfde van de koers de trui van Palmans Kolstrop aan heeft, toch? En jij zelf? Ik ga proberen de finale mee te rijden. Als ze van in het begin weg zijn, ja, dan had ik misschien de boot missen. Maar ik denk dat zo vroeg nog die zal tegenvallen. De ploeg stopt ermee. Zit dat in je hoofd op zo'n wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Een heel goed resultaat rijden. En dit is heel belangrijk hier vandaag. En tenslotte zijn we op zoek naar een nieuwe ploeg. En het is toch een belangrijke wedstrijd hier vandaag. Het is een rondje solliciteren dus? Eigenlijk wel, ja.